Virgil Nassing. Vandaag voor het eerst in de basis en dan zo'n heerlijk debuut in de basis. Ja, het begon heerlijk. Binnen een minuut stonden we op 1-0 voor. Dus ja, kon niet beter eigenlijk. En binnen 6 minuten stond het al 2-0. Je had constant dreiging. Begin je er weer helemaal aan te komen? Ja, ik begin er weer aan te komen. Alleen ik moet meer inhoud kweken en dat komt vanzelf wel door veel wedstrijden te spelen. Henk de Jong zegt van we moeten Nassing rustig brengen. Dan is het misschien wel de beste rechtsbuiten van Nederland. Hoe sta jij daar zelf in? Vind je het prettig dat je rustig gebracht wordt? Ja, vind ik wel prettig dat ik rustig gebracht word. Ik wil natuurlijk een heel seizoen zoveel mogelijk spelen. En ja, dat gaat door steeds rustig aan, steeds meer minuten te maken. Hoe heb jij deze wedstrijd zelf ervaren? Want jullie gingen natuurlijk voortvarend van start. Daarna was het een beetje een inkakperiode. En de tweede helft gaat het in één keer weer los. Ja, klopt. Volgens mij binnen 6 minuten op 2-0. Ja, toen lieten we de bal gewoon eigenlijk lopen. En ja, daardoor dacht misschien Dordrecht dat er nog wat in zat. Maar ja, ik vond ons best wel sterk, zeg maar. En de tweede helft hadden we gezegd van... Ja, het is wel 2-0, maar we moeten proberen de 3-0 te maken. En dat gebeurde ook en dan is de wedstrijd gelopen. Volgens mij voel jij je echt op je plaats bij Cambuur, of niet? Ja, ik voel me goed hier. De trainer heeft vertrouwen in me, de spelers. En dan, de mensen zijn goed voor me, dus ik voel me goed hier. Leeft de derby ook al een beetje bij jullie? Want die is natuurlijk al over 2 weken. Ja, de trainer begon er net over dat het iets speciaals is en... Ja, ik kijk ernaar uit. Ja, die derby die leeft. Dat begint nu echt te komen. Nou, als je naar de stand zal nu eventjes, dan zullen de supporters uitprinten. Hè, maar over 2 weken, dan gaat het er echt om. En dat leeft bij de achterban natuurlijk helemaal. Wij proberen zelf nuchter en normaal in te doen. Maar de supportersgroepen van beide kampen, die zullen dat iets anders beleven dan ons. Ja. Hoe leven jullie daar naartoe? Gewoon zoals alle wedstrijden of... Nou, ik probeer wel dat derby gevoel erin te brengen. Hè. Dit gaat wel om, ik ben ook een Fries, dus ik voel dat ook. En dat zal in Drachten ook leven waar ik woon. Dus dat zal ik ook wel voelen. Maar hier in Leeuwarden, maar ook in Heerenveen natuurlijk, ja, wordt het dan veel gekker. Maar dat is ook het leuke. Daarom spelen we ook beide in de Eredivisie. Staan we beide bij de eerste 6 volgens mij. Nou, laten we de komende 20, 30 jaar maar zo blijven. Dan hebben we het goed in Friesland hier. Wie had dat verwacht? Want vorig jaar had je 16 punten met de winterstop, als ik me niet vergis. En nu zit je ook al bijna op dat aantal. Waar leidt dit naartoe, Henk? Nou, dit leidt tot handhaving. En daar gaat het om. Maar dit is gewoon een compliment voor iedereen. Voor mijn staf, voor de jongens om me heen. Voor de ploeg, voor de supporters. He, want als hoofdtrainer kan je hier heerlijk werken met de mensen die je hier om je heen hebt. Tot je beschikking. Nou, daar ben ik blij mee. En ik kijk gewoon naar handhaving. En als we dat gedaan hebben, dan kijken we verder. Het zou toch fantastisch zijn... Virgil Nassing, de 0-1 in het Abellense stadion. Zou mooi zijn. Maar al maakt iemand anders hem. Als we winnen, zou mooi zijn.